voor 5 en het is nog donker. Goedemorgen, het is nu. Sorry. 4:45. Het voelt iets minder als midden in de nacht aan. Ik had ook iets minder moeilijk om uit mijn bed te krijgen, maar ik ben nog altijd heel erg moe. Dus vanavond gaan we het anders moeten aanpakken, want het is niet omdat ik om 9:30 stop met van alles te doen, dat ik om 9:30 effectief slaap in mijn bed. Ik kruip rond 8:30, 9:15 in mijn bed, om dan nog te lezen en even op mijn gsm te zetten. En tegen 9:30 stop ik met alles, maar ik slaap dan nog niet direct, dus... Ik had gehoopt dat hier vannacht alles een beetje ging afkoelen, maar... Tijd voor een ongezond ontbijtje. Maar deze swissen waren 3,50 euro bij Leclerc, dus ik kon ze niet laten liggen. En ondertussen kijk ik naar Bonnie, de eerste Vietnam-vlog. Eerlijk gezegd vind ik het gewoon echt hek dat ik nu al 2 uur wakker ben en dat het nu nog maar 7 uur is. En like, what? Ik keek net naar mijn gsm en ik weet niet wat ik verwacht had om te zien. En ik dacht, is het nog maar 7 uur? Ah ja, het is nog maar 7 uur. En nu ga ik heel irritant worden op mijn iMovie, want ik had heel veel moeite gestoken in het bewerken van verschillende vlogs, maar je heeft alle beelden gewist. Ik heb net 25 minuutjes nog heel erg goed geëdit. Het is nu 9:10 en ik ga mij omkleden. Ik heb al iets treffelijks aan, maar het is niet zo makkelijk om mee te wandelen. En ik ga nu een toertje in de stad wandelen als even break, want ik ben ondertussen wel al 4 uur aan het werk ongeveer. En als je op een normale dag 4 uur aan het werk zou zijn, zou je ongeveer middagpauze nemen. En aangezien dat het nu nog veel te vroeg is om middagpauze te nemen, aangezien het nog maar 9 uur is, ga ik gaan wandelen. Ik heb trouwens mijn living helemaal verduisterd. Let trouwens niet op de rommel. Voordat hier wordt. Tijd om te vertrekken op een kleine wandeling. Dit is mijn outfit. H&M. Primark. En Decathlon. Ik ga gewoon een paar stapjes zetten en ook een keer naar de standaard boekhandel. Ik heb 2 boeken mee om te droppen, want ik zit in een club genaamd de Boekenjagers. En ik hoop dat ik ga verbranden. Het zal wel niet zeker, want het is nog geen 1 uur. Wat grappig, ik woon al een maand in Ieper en daarvoor kwam ik hier gewoon heel regelmatig. En toch wist ik niet dat er daar een souvenirshop zat. Ik ben benieuwd naar wat dit straatje leidt, dus ik heb daar gewoon een keer in staan. En ik denk dat het mijn geluksdag is, want ik heb deze gevonden in de standaard boekhandel. De Strategic Light Planner van Cynthia. Ik vraag je af, waarom is dat daar voor jouw geluksdag? Wel, omdat die helemaal uitverkocht is overal en in de standaard boekhandel is er nog 1 exemplaar. En de straatje leidt gewoon naar nergens. Net mijn 2e boek verstopt. En het is nu ongeveer een uur geleden dat ik vertrokken ben, dus ik ga naar huis. Hoewel ik er best wel lang zou kunnen blijven in de koelte van deze boom. Zalig. Zo, ik heb gegeten en ik heb vlogs ingepland.
Ik heb ook nog vlogs bewerkt sinds ik thuis ben. Ik heb zonnecrème opgesmeerd, want ja, het is warm buiten en ik verband met de mensen zon. Ik ga het ook meedoen voor de zekerheid. Oh, mijn kaartjes vol. Oei. Nog vlug een nieuw kaartje zoeken voor ik vertrek. Help. Kan iemand mij vertellen waarom de zomer bestaat? Alles en overal is zo warm. En ik ben echt verslaafd geworden aan Once Upon a Time. Oepsie. Gisteren zei ik trouwens dat ik het bekeken hield met mijn boek. En vandaag begin ik aan het boek. Het boek voor mijn dochters van Rowan Coleman. Die ook 20 Regels Liefde heeft geschreven. Waarvan er een boekreview in zijn of haar jullie staat. Binnen een uurtje moet ik proberen te slapen. Ik weet nog niet. Allee, niet binnen een uurtje, maar een kwartiertje. Ik weet nog niet of dat het gaat lukken. Het wordt namelijk een hete nacht. En ik weet niet of ik het nog aan kunnen. Het wordt moeilijker dan de vorige nacht. Net omdat het zo warm is. En ja, het is nog altijd 30 graden. Dus het is nog niet aan het afkoelen. Dus het heeft ook nog geen zin om mijn ruit om te zetten. En als ik mijn ruit openzet, ga ik ook nog minder kunnen slapen. Want ik kan echt niet slapen als het licht is. Dus dat wordt moeilijk. Ik laat jullie morgenochtend sowieso terug weten hoe het is geweest. Want morgen ga ik vloggen. Ik heb al een paar plannen voor morgen. Sowieso weet ik wat ik 's morgens ga doen. Ik ga werken. Ik heb ook kleine wandelingen op de planning staan. Maar dat hangt er wel van afhangen van hoe warm het tot op dat moment van de dag al is. Voor 's middags heb ik ook een programma die nog niet volledig vaststaat. Maar ik had erover nagedacht om naar het Ypermuseum te gaan. Het is een museum dat ik nog niet heb bezocht sinds ik hier woon. En het is gratis voor Yperlingen, dus dat is wel handig. Het is daar ook redelijk koud volgens mijn zus. Omdat mijn zus daar werkt. En daarna ga ik misschien Once Upon a Time kijken in een bad of zo. Of ja, iets anders kijken in een bad of iets anders. Op mijn computer in bad. Waarschijnlijk gewoon in bad. In de koude. En dan gaan zwemmen. En dan weer in de koude. Dan slapen. Of dan poging doen om morgen nog warmer om te slapen. Ugh, ik ga jullie laten. Doedels.